In deze uitzending zijn we bij een repetitie van de Triple B Big Band. Welkom bij Mooi Zo. Op 5 mei is er het mini-festival Freedom Jazz in Bennekom in de muziektent. Een van de deelnemers is de Triple B Big Band onder leiding van Mark van der Bos met zang van Gedi van Rijn. Er werd van tevoren enthousiast gerepeteerd in de Kraatschool in Bennekom en wij waren erbij. Toen wij begonnen als heel klein clubje, toen werd er driftig gezocht naar een naam en we maakten het eenvoudig. We dachten, we wonen in Bennekom, we zijn in de Big Band. En toen dacht iemand Triple B en de naam was geboren, Triple B Big Band Bennekom. We zijn 96-97 begonnen, heel klein, met z'n zessen. Ik weet het nog heel goed, want ik ben ook van het eerste uur, net zoals onze bariton-saxofonist. En we hadden een drummer, we hadden een gitarist en we hadden één of twee, we hadden een saxofoon en trompetist. En een hele enthousiaste bandleider. Het is ook opgericht door een Bennekommer. En we gingen het gewoon proberen en uiteindelijk zijn we een volledige big band geworden. Het grootste gedeelte komt wel uit Bennekom. Ja, waar halen ze vandaan? Ze komen eigenlijk naar ons toe. Een aantal mensen hebben dus gereageerd op die advertentie 50 jaar geleden. En de rest is via gegaan. En ook wel via optredens, want we treden regelmatig op Bennekom. En er loopt iemand langs en denkt, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus ja, het gaat eigenlijk vanzelf. We doen één keer per jaar doen wij een optreden voor het Bennekomse publiek. Dat is eigenlijk ook een beetje onze seizoensafsluiting. En dit jaar hebben we dat iets naar voren gehaald. We doen het op 5 mei. Ja, bij Vlegeldag zijn we te vinden. In het verleden hebben we ook wel eens op 5 mei in Wageningen overdag gespeeld voor de veteranen. Ja, eigenlijk overal waar we maar voor gevraagd worden. Ik las dat er ook een combo is gevormd. Ja, het is een combo met de ritmesectie van de Big Band en een aantal blazers. En het is eigenlijk gewoon spontaan ook begonnen, omdat we soms wel eens ergens wilden spelen en dan was de locatie wat te klein. Er is nog een heel mooi verhaal dat we ergens wilden spelen en ja, dat konden we eigenlijk niet. En toen zeiden ze, nou, dan komen jullie eerst de ene muzikant, dan de andere muzikant. Dat werkt natuurlijk niet met een Big Band. Maar het is soms wel eens fijn als er bijvoorbeeld een iets kleinere groep kan komen, bijvoorbeeld op een bruiloft of bij een opening van een feestje. Dus eigenlijk zijn we voor allebei voorzien. Het is allebei superleuk. Wim, kun je iets vertellen over het repertoire van dit mooie orkest? We spelen eigenlijk klassieke swing van Count Basie, Seminessico, maar ook Latin. Dus allerlei soorten eigenlijk. Gedi van Rijn is onze zangeres en ze zingt nou denk ik een jaar of 10 bij ons. Dat weet ik niet precies, ze is langer bij dan ik. Maar we zijn heel blij met haar. Zij zingt met een mooie, klassieke, warme, swingende stem. Eens in de 14 dagen komen we op vrijdag bij elkaar. En dan zitten we hier in deze school in de Kraats. En zijn super blij dat we hier kunnen repeteren. Onze saxofonist is hier docent. En die heeft het voor ons geregeld. Daar zijn we echt super blij mee. En verder spelen we natuurlijk heel veel thuis allemaal. Volgen we ijverig de aanwijzingen van de dirigent op. En doen we ons best om goed voorbereid op de repetities te komen. Het is natuurlijk niet veel, eens in de 14 dagen bij elkaar komen. Als je een optreden wil hebben. Dus er moet ook thuis hard gewerkt worden. Ja.
mei, Freedom Jazz in de muziektent in Bennekom. Heb je er zin in? We hebben echt ontzettend veel zin in. Ja, wij allemaal. Het is niet alleen onze big band die er speelt, maar er komen een big band uit Ede, Jelle Fusie. En de Monday Night big band uit Bunnik. En dan nog twee kleinere combo's die spelen bij A&A. Dus het wordt supergezellig. We hebben heel veel plezier met elkaar. We laten elkaar ook in de waarde. En ja, we leren van elkaar en stimuleren elkaar. En ja, met een enthousiaste bandleider komt het helemaal goed. Op naar 5 mei. Op naar 5 mei. Spannend. Tot zover deze uitzending. Reacties zijn welkom op mooizo@xon.nu. Voor nu dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.